Waarom kijkt hij naar boven toe? Ik had geen idee, het stond er niet bij. Of ik had geen tijd om het te lezen. En terwijl ik naar die foto kijk, waar dus dit portret uiteindelijk uit voortgekomen is, zag ik een textuur op zijn huid, waarvan ik dacht, die kan ik het beste weergeven in krijt. En we kunnen hier volgens ons coronaslotje nog zeker een half uur blijven. Dus gebruik je tijd om te kijken en wat lekkers te nuttigen misschien. Eerste zelfportret zo groot in olieverf. Iets wat opvalt is de blauwe baard en de gele haar. Dat blauw is eigenlijk een onderschildering, heb ik zo gelaten, want ik vond het wel leuk. Je zei ook, het is voor mij heel belangrijk dat ik het zelf interessant vind. Terwijl ik aan het schilderen ben, met kleur, met vorm, dat moet voor mij ook steeds een spel blijven waarin ik geïnteresseerd blijf. Dit is een plek waarvan wij hopen dat kunstenaars hun werk kunnen presenteren. Ik vind het altijd heel belangrijk dat de galerie laagdrempelig is. En het is geen spiegelstraat, zeg ik altijd. Dus we moeten veel energie stoppen in mensen die er naar binnen krijgen. Kun je vertellen hoe je daartoe komt om hem bijvoorbeeld met aquarel te schilderen? Toen ik bij hem thuis was, gaf ik hem aquarelleerles. Hij was bezig met een landschap, geloof ik, in aquarel. En er lag al die hele mooie, dure aquarel die ik mezelf helemaal niet kon voorloven. Ik ben geïnspireerd vanaf het begin door hoe de impressionisten in Frankrijk en ook in Amsterdam werken. Snel schilderend, kijkend naar wat ze voor zich zien. De impressie die ze opdoen, dat in verf op het doek krijgen. Gaat het dan vooral om de landschappen. In de portretten zie je eigenlijk bijna alle stijlen terug. En dat heeft ermee te maken dat voor mij de keuze voor hoe ik werk, als ik een portret maak, heel erg afhangt van wat ik voel als ik naar een foto kijk of naar mijn model wat voor me zit. Ik vind het heel mooi werk. Vooral dat hij heel erg van experimenteren houdt. Dus hij gaat echt in zijn portret op zoek naar waar die terechtkomt met het materiaal. Mensen zien iets in een portret of willen dat graag zien of kunnen daarmee een verbinding maken. Misschien ook met het portret. Ik vind het echt mooi. Ik vind de diversiteit. Van aan de ene kant zwart-wit houtskool. De andere kant wat meer kleurenportretten. Ja, we know Camille because my son Liam is he's a student of Camille. And so as soon as you walk in the door, it's like, okay, yeah, that's really captures the essence of Camille, I think. Another one I really like is this one of Breitner, but I really like his art. Waarom kies je hierbij voor oliepastel? Wat ik toen zag, wat mij het gevoel gaf, ik moet hier een materiaal kiezen waardoor ik vrij grof kan werken op de foto die ik heb gebruikt. Ik denk dat ik door de heftige rode kleur, contrasterend met het wit, heb gedacht, ik wil materiaal kiezen waardoor dit contrast heel sterk naar voren komt. Ja, ik denk als je deze bij deuren hangt, dan heb je geen indringers. Maar speciaal voor deze tentoonstelling heb ik een aantal landschappen gemaakt. En er zijn een aantal schilderijen uit voortgekomen. Onder andere van landschapjes ten noorden van Amsterdam in het Twiske natuurgebied. Een schilderij van de Slotenplas. En ook twee schilderijen die in Amsterdam-Noord hun ontstaan hebben. Omdat ik daar kwam wonen na lange tijd in India gewoond te hebben. Dus dat heeft voor mij emotionele binding. Bij de landschappen is Slotenplas prachtig. Hallo allemaal. We zijn aan het experimenteren met tijdslots. Nu zijn de tweede ronde. We gaan proberen om 1,5 meter afstand te houden onderling. Het is een beetje dansen. Maar dat heeft ook wel weer wat. En waarom ik hem zo heel erg mooi vind, dat is dat er al eentje open is. Ik vond dat ineens een soort symbool van jouw ontwikkeling. Nou, die ene bloem die open is, dat is de expositie nu. Ik vind het heel mooi dat je dit alleen maar met lijntjes hebt gedaan. Ik heb er een tijdje langer naar gekeken. En dat zijn die kleuren van het grijs in zijn hoofd. Ik vind je sowieso heel goed in kleuren. En dan met het groen, ja, dat vind ik echt dat vind ik gewoon een vondst. Dit schilderij kijkt wat ik zelf een van mijn beste portretten vind. Daarin ook wel eens terug te zien wat de
de vernieuwende kunstenaars in de 19e eeuw in Parijs wilden gaan doen. Namelijk, wat jij ziet, de kleuren die jij ziet, die zet je op het doek of op papier. Het was een warme dag, Jan zit in hemdsmouwen, hier is een hemdje en hier is een blote arm. En die warmte zie je, heb ik extra laten zien door die wangen wat rooier te maken. Maar ik wil vooral ook iets toevoegen. In dat geval de enorme hitte van die dag, die hitte die heb ik willen weergeven door zeker zijn blote schouder te schilderen, misschien niet erg gracieus, maar ja, toch gedaan. En dan die warme kleur op zijn wangen. Dus ik voeg iets toe aan wat ik zie. Ja, ik was even aan het kijken om misschien een collega van hem te worden en toen zag ik hem schilderen. En ik was heel benieuwd van hoe dat dan, wat hij allemaal ging maken. Dus hij had me uitgenodigd en toen dacht ik van nou, dat wil ik wel even zien. Ik zoek in, als ik aan het tekenen ben, zoek ik naar contrast. Dit is ook contrast. Kleurcontrast. Dit is contrast tussen licht en donker. Want het maakt het schilderij spannend. Ik kende al heel veel werk van Camille, omdat hij mij altijd op de hoogte houdt via de Tumblr en Instagram. Het is een heel mooi, trieste weergave van een soort wegkwijnend vrouwtje die hier in de achtergrond verdwijnt, maar er nog wel gewoon is. Ja, wie is dat? Jo, dat is... Ja. Ik wou haar tekenen en toen had jij haar ook getekend. Juist, ja. En nu hangt ze hier. Ja. En ze is nogal te koop ook. Vind je dat raar? Ja, misschien weet je wel, hè? Natuurlijk een van de mooiste bruggetjes van Amsterdam, hè? De eenzaamheid en toch het staan van de brug in het hele werk. Ja. Ik hou wel van realistisch. En dat leer ik dus bij Camille ook. Nou, ik vind het een geweldige demonstratie van kunnen. En ik vind natuurlijk ook wat hij van mij gemaakt heeft, vind ik erg prachtig. Ik vind het echt wel leuk. Daar leer je gewoon echt heel veel. Ja. Dat hij nog een tijdje doorgaat. En dat er ook wat meer belangstelling voor zijn werk gaat komen. En ook dat ik hoop dat dit voor mij een soort lanceerplatformpje gaat worden.